Hoi Weegschaal, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 44. En het is van maandag 26 oktober tot en met zondag 1 november. Dan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor de Weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het Weegschaal alsof week 44 een week is waarin er eigenlijk allerlei berichten gaan komen. Alsof je wat aan het zoeken bent van welke kant je op moet gaan. En ik heb het idee, omdat je wat dingen hoort of dat mensen je misschien dingen laten zien, dat je eigenlijk geïnteresseerd kunt raken in allerlei onderwerpen. En je gaat deze week echt wat onderzoeken van wat zou ik daarmee kunnen? Moet ik daar wel iets mee? Vind ik het wel interessant? Maar het komt eigenlijk dus echt doordat je in gesprek gaat met iemand of omdat je iets hoort op de televisie of misschien wel iets leest. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je er voor jezelf over na gaat denken en ook heel erg gaat onderzoeken. Want je neemt het niet zomaar voor waar aan. Nee, je gaat het echt onderzoeken. Wat kan het dan betekenen nu voor mijn leven? Wat kan het betekenen misschien wel voor anderen? Maar het is wel het stukje wat jij in onderzoek gaat nemen. En daardoor neem je ook wat tijd voor jezelf om echt te gaan kijken van hoe kan ik dat dan in gaan plannen. Al met al wordt het wel een hele leuke week waarin je naar mijn gevoel heel veel kennis gaat opdoen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoop natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.